We zijn in Stolwijk bij Gouda. Cremeren in coronatijd is niet eenvoudig. Ja, dat kun je wel zeggen. Deze tijd is het niet eenvoudig om natuurlijk nog een uitvaart goed te realiseren met de corona. De restricties waren best streng. Voor deze uitvaart die jullie gezien hebben, hebben we ook contact gehad zelfs met de burgemeester van Stolwijk om dit te mogen realiseren. En zo. Je bent in een dorp, dan moet je inderdaad kijken van ja, wat zijn de mogelijkheden. En wat wij hebben gedaan is de toestemming van de burgemeester daarop, maar ook het inzetten van verkeersregelaars om dit echt wel mogelijk te maken en het goed te organiseren. We staan hier nu met een klein gezelschap bijeen, noodgedwongen in een klein gezelschap. Anderhalve meter ongeveer van elkaar verwijderd door de bizarre situatie waarin we nu zitten. Het coronavirus heeft ons in de greep en heeft wereldwijd grote gevolgen die zorgen voor een opgave van enorme omvang. Een schril contrast, stonden daar misschien wel een paar honderd mensen langs de kant van de weg. Uiteindelijk waren we met 15 mensen tijdens de plechtigheid hier op de begraafplaats. Ja, dat is weer een bewuste keuze van de familie. Die heeft gezegd in tijden van corona, wij gaan de hele herdenkingsdienst gaan wij doorschuiven op het moment dat corona over is. En dan krijgt alsnog de overledene alle credits om in ieder geval een hele mooie herdenking te vieren. En dat is heel dubbel in deze dagen. Want ja, wat doe je dus nu op dit moment, hè, wanneer de overledene er nog wel bij is? En wat ga je later doen? En wanneer is later? Dat weten wij natuurlijk nu nog niet. Maar je zit echt fysiek anderhalve meter uit elkaar. En ja. Wat wil je tijdens een uitvaart? Ja, dat valt niet mee in, met een uitvaart. Je wil elkaar natuurlijk troosten en steun hebben aan elkaar. Wat heb je nodig? Dat is een arm om je heen. Iemand die je een kus geeft. Iemand die jou wil troosten. En dat is heel hard als je inderdaad in de zaal zit. Maar de stoelen gewoon echt fysiek anderhalve meter uit elkaar worden gezet. En dat moet. Ja. Dat snappen we. In eerste instantie merk je bij de nabestaanden heel veel boosheid. Niet naar ons toe, maar boos op het systeem. Boos op wat wordt ons allemaal aangedaan. Wij willen toch volwaardig afscheid nemen. Ja. Dat snap ik heel terecht. Ja. Ik kan alleen maar zeggen inderdaad dat de families die wij afgelopen weken hebben mogen begeleiden. Voor ons is dit de vierde uitvaart in het coronatijdperk. Dat wij zoveel credits hebben gekregen om... dat wij heel erg zoeken naar die kleine persoonlijke details. We zijn een beetje uit de buurt nou, maar jij werkt ook bij ons in de regio? Zeker, zeker, ja. Veel uitvaart in Den Haag, Leidschendam, Voorburg. Soms zitten we ook verder in het land. Maar primair is ons werkgebied wel, zeg maar, de Haagse regio. En dit is omdat het via vrienden van mij is dat we nu vandaag op deze regio staan. Waar wij eigenlijk het meest bang voor zijn op dit moment is dat we hopen dat de Nederlandse bevolking zich echt wil houden aan deze maatregelen. Het is er niet voor niets als de maatregelen nog veel strenger worden aangescherpt. Hè. Iedereen heeft het wel eens gehad over de beroemde lockdown. Dat betekent dat je anders iemand thuis moet ophalen en uitgezwaaid wordt en bij ontvangst op een crematorium of een begraafplaats. Ja. Daar moet je echt niet aan denken. Dat lijkt me te verschrikkelijk voor woorden. Nu kan ik enigszins nog met passie en plezier het werk doen om dit voor nabestaanden te organiseren. Ik weet niet hoe ik mezelf zou voelen als ik dat moet gaan vertellen tegen families. En hoe wij dan als uitvaartonderneming dat moeten gaan doen. Want jullie zijn het eindstation? We zijn het eindstation. Ja. Dat is een mooie afsluiter. Dankjewel.